Hallo mensen van Licorne Gameplay. Welkom bij de allereerste aflevering van Game Boy Advance Emulator Randomizer. En wat, hoe het is, werkt, leg ik zo uit. Het werkt namelijk zo. Je hebt hier een random cijfer. Je laat genereren. Generate. Heb ik 61. Dan gaan we naar mijn bestanden. En ga ik naar bestand 61, kan je links in de hoek vinden. Even wachten. Even wachten. Even wachten. Even. Ik ben hem aan het zoeken. En ik ga nu Frogger's Adventure Temple of the Frog spelen. Ik weet begot niet welk spel het is. Of het leuk is. Maar dat zie je zo. Tot straks. Even wachten. Dat is eigenlijk voor jullie over een seconde. Frogger's Adventure Temple of the Frog. En daar ben ik weer. Dit is... Ik zal niet liegen. Ik heb het al een keer gespeeld. Het is een best grappig spel. En ik weet de controls niet meer. Waarmee? Ja, ik wil graag Engels spelen. Het is een springgame... waarbij je... Waarbij je... dingen moet verzamelen. Ik was niet zo heel ver. Het is best wel moeilijk. Nou, niet moeilijk. Je gaat snel dood. Ik hoop dat het geluid goed is. En anders niet. Niemand moet echt... wat het de verhaallijn is. Het gaat vast over een man die boos is. En een kikker die blij is. Echt vet blij. Echt niet normaal. En dit ben je, ja, je moet lekker springen en die munten pakken. En de vraagtekens ontwijken, want dan geef je speluitleg en de kaartuitleg. En dit zijn je enemies en je moet gewoon wegspringen. Ik denk helemaal niet moeilijk, het is echt een kindergame. Vet makkelijk. Jee, boomstam. Nee, maak me niet dood. Nee, vraagteken. Ik vind het een beetje op trollen lijken. Het zijn waarschijnlijk ook trollen. En dit is dan de checkpoint. Als je dan doodgaat, dan... fuck. Dan span je daar weer. Niet zo heel moeilijk. Het is echt een simpel spel. Ik doe het best goed. Vorige keer ging ik veel vaker dood. Fuck. Wat was dat? Ik ging helemaal niet dood. Oh. Lol. Een beetje... Nee. Oh, lol. Dit is niet zo heel moeilijk. Ik zal het Game Boy Advance randomizer nog wel even uitleggen. Het is gewoon, er komt een random nummer en een van die nummers, dat is een spel. En dat spel... Dit bedoel ik dus met veel doodgaan. Dat spel, dat ga ik dan spelen. Best wel logisch. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik in ieder geval wel. Yes. Vraagteken. Press the A button to jump and glide over. Gaps and certain enemies you can also reach, elevate, stats, bla 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 bla. I don't care. Oh, je kan springen. Wat? Fuck. Oh. Fucking vlieg. Oh, ik kan dat... Wat? Dood. Ja, ik heb vroeger nog nooit kikker gedood, maar... Fuck. Ja, ik wil doorgaan. Fucking fuck. Oh, nee. Ik heb eigenlijk niet op de tijd gelet. Ik weet niet hoe lang ik al aan het recorden ben. Dus, extra lange aflevering. Hooray. En fucking troll. Ik heb nog nooit nachtmerries gehad van trollen. Maar ik vind ze niet leuk. Dat sowieso. Dus, waarschijnlijk ga ik twee afleveringen doen per spel. Want anders is het wel heel weinig van één spel. Behalve als het een stom spel is. En als je zegt van, hey, van deze game... Vind ik zo leuk, moet je een let's play van doen. Doe ik graag.
Laat het even achter, of zo. En dat is weer zo'n troll. Als je zegt van, doe graag deze spel. Dit spel, wauw. Goed genederlandst. Dan wil ik dat ook wel doen, als het een leuk spel is. En, dan, tjo. Boomstam. Oh, ik moet me echt concentreren op dit kutspel. Ik snap eigenlijk niks van de glijden. Ik doe het liever gewoon, zeg maar, niet. Heb je dat ook? Ja, nee. Oh, dat is best wel jammer. Volgens mij zijn er zitten vuren in zijn anus. Man, dat staat in de fik. Dat doet die vlieg dan. Ik niet. Ik heb niet zo'n branderige anus. Behalve op de bruine bonen dinsdag. Dan wel. Tuurlijk, wie niet? De koningin. Ja, maar zij is hetero. Dat is toch wel iets anders. Of zo. Wat? Lol. Die vliegen zijn fucking irritant. Jee, ik ben een meeuw. Ik ben een kikker. Froggy, frog, fuck. Fuck. Wee, jump, froggy, jump. Froggy, frog. Bla 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 bla. Ik heb nog trillen. Wat? Use either L or R buttons to rotate frog left or right. Give it a try. L. Oh, zo. Oké, je kan ook gewoon zeg maar springen. En niet zulke gekke dingen doen. Ik kan niet zoveel gekke dingen. Ja. Vliegende het lijkt gewoon een beetje op Mario. Dus gewoon compleet Mario. Maar dan langzamer voor kleine kinderen. Zoals ik. Ik ben maar 12, oké. Ik heb een hele zware stem voor de 12-jarigen. Ik rook te veel. Checkpoint. Yay. Oh. Ze braken af. Ik ging gewoon snel springen. Brokkelde. Zwaardman. Ik heb een zwaard. Ik ben zwaardman. Ah, fuck. Ah, dat was de cave. Ik was zeg maar niet zo ver gekomen met mezelf. Dus dit is een magisch moment voor je kinderen. En kleinkinderen om door te vertellen. Zodat ze eindelijk goed kunnen slapen van alle nachtmerries. Ja! Level 2! Muntje. Fucking. Lik mijn anus. Wat de. Oh. Lol. Je hoeft alleen maar op A te drukken. Oh, die is brokkelen af. Fucking. Waarom doet hij het, zeg maar niet? Ja, ik wil doorgaan. Wat? Oh. Huh? Hij doet het niet. Waarom is hij ineens gestopt? Niet zo leuk. Minder. Ik zit me net te bedenken, ik heb mezelf helemaal niet voorgesteld. Ik ben Mark van Meer, ik zit in 4 HAVO en ik heb dus nu een YouTube kanaal. Vet leuk. En ik game niet superveel, gewoon gemiddeld. Kijk vooral in mijn vrije tijd YouTube. Wat doe ik nog meer? School, 4 HAVO, scheikunde, de scouting, niet super belangrijk, ja wel belangrijk voor mij, maar niet voor mijn informatie. Ik woon in Nederland, dat had je misschien al gehoord. Brabant, had je misschien ook al gehoord. Fuck, dat...
Ik hou niet van kikkers. Ik haat kikkers. Nou, ik haat ze niet. Het is gewoon minder cool. Vooral als ze zwart zijn. Fucking racisme. Ik hou ook niet van vuur. Jawel, ik hou wel van vuur. Vuur is lekker warm. En ik hou van roken. Nee, ik rook niet. Ik ben 16 jaar. Voor de mensen die het zich afvragen. Of 15, grapje. Ah, je trapte erin. Je dacht dat ik 16 was. Ik ben ook 15, is wel. Wat was dat? Waarom doet hij dat? Oei. Ik voel me echt gewoon keiharde. Lekker draaien. Meeuw. Meeuw. Wat is dit? Wat is deze? Oei. Ik vind het echt fucking moeilijk. Waarschijnlijk is er al één aflevering voorbij. Het kan me niks schelen. Wat is dit? Ik klik erop. Het heeft waarschijnlijk totaal geen nut. Hooray. Oh, dit heeft ook geen nut. Oei. Ik weet ook niks om over te praten. Ik ben gewoon begonnen en hoopte dat het goed kwam. Niet dus. Dit is echt een super stom spel. Je vraagt je misschien af welke games ga je allemaal spelen. Pokémon, duh. Wat nog meer? Mario, fuck. Dit, Nintendo 64. Randomizer. Ook waarschijnlijk. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, leuk, ja, ja. Interesting. What the fuck? Fucking vuurvliegjes. Ja, ik stop, ik ga hier een keer dood. Nog, ja, ik heb nog één ding te zeggen. 2-1. Yeah, yeah! En daar ben ik weer, want ik was nog wat vergeten en dat was een nummer generator. En dat doe ik eigenlijk aan het eind van iedere aflevering, wat ik dan bij deel 2 ga doen. Zodat je dat ook gaat kijken. Duh. En ik kwam erachter dat de eerste keer dat ik dit had opgenomen, het einde, dat het eigenlijk alleen maar baby 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 was. En niet goed eigenlijk, komt het op neer. Dus we genereren een nieuw nummer, cijfer, niet nummer. Dat is verkeerd. En dan gaan we naar mijn bestanden, nummer 50. En het winnende nummer is... En dat is nummer 19, dat was trouwens Astro Boy, die zou ik eerst gaan spelen, maar nu niet. Haha. Nummer 50. Final Fantasy Tactics Advance hashtag GBA.GBA. Dus volgende keer ga ik Final Fantasy spelen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je deze aflevering ook leuk vond. Als je dat vond, laat dan zeker achter in de comments beneden. En doe ook een like of zo. Kan. Alleen als je hem leuk vond. En dan heb ik eigenlijk nog één ding te zeggen en het is... Lekker!